Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Marianne van Alphen. Ik sta op de 9e plaats van de lijst van Open VLD voor het Vlaams Parlement. Ik ben woonachtig in de gemeente Schilde. En ik ben mama van 2 zonen, Gregory en Thibault, en plusmama van 4 kinderen. Ik ben sinds januari schepen geworden in mijn mooie gemeente Schilde. En professioneel ben ik advocaat aan de balie in Antwerpen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ja, kijk, ik zit al in de politiek, eigenlijk in de lokale gemeentepolitiek gedurende 18 jaar. En waarom zet ik nu de stap naar een hoger niveau? 1, omdat ik denk vanuit mijn lokaal beleid dat het belangrijk is om een aansluiting te vinden bij de politiek op hoger niveau. Hè, omdat we toch ook wel met veel materies geconfronteerd worden die op hoger Vlaams niveau of federaal niveau geregeld worden. En ik denk dat dat dus een brug kan slaan tussen het lokale en het hogere niveau. 2, omdat ik ook wel vind dat er heel wat te doen is rond politiek en heel veel negativisme is rond politiek. En omdat ik mij eigenlijk liever in het actieplan wil zetten dan eerder aan de kant te willen blijven staan en een beetje van het principe uit te gaan van de beste stuurluis aan een wal, denk ik dat het zeker noodzakelijk is dat er ook nog mensen zijn die toch in de politiek willen stappen. Ik denk dat dat vandaag zelfs een moedige keuze is, omdat er dus zoveel negatieve reacties op komen. En ik denk dat ook een land goed moet bestuurd worden, hè? Net zoals een goed draaiende onderneming. En omdat ik mij dus niet aan de zijkant wil laten staan, maar effectief mee daaraan wil gaan werken. Vandaar dat ik dus nu vandaag mijn kandidaat stel om toch mee te doen aan die politieke strijd. Welke quote heeft u gekozen? Ik kan mij eigenlijk wel echt vinden in de quote van mijn eigen partij, Open VLD. Dus het motto gewoon doen. Hè. Ik denk dat het is dat de mensen moeten denken, durven en dan vooral hun ideeën uitvoeren. Dus doen. Nu specifiek waar wil ik mij onder meer voor gaan inzetten, is voor meer Olympische medailles. Ik hoor al gedurende jaren dat als wij terugkomen van de Olympische Spelen, in vergelijking met Nederland toch wel een pak minder medailles behalen dan Nederland. Daar is al gedurende jaren van alles over te doen. Daar is zelfs ooit een topsportmanager voor aangeworven door de Vlaamse regering om daar iets aan te doen. Maar ik stel vandaag de dag vast dat dat nog altijd niet geoptimaliseerd is. Het topsportstatuut in combinatie met studeren. Ik denk dat daar kan op ingezet worden. Nu, het is de laatste jaren uiteraard al wel iets verbeterd. We halen al iets meer medailles. Hè. Let op onze Rode Duivels die met een bronzen medaille terugkwamen van de wereldbeker. En onze hockeyers die met een gouden medaille terugkwamen van hun wereldbeker. Dus ik denk, sport is ook iets, vind ik belangrijk om op in te zetten. Waarom? Ik denk dat dat positieve vibes geeft aan de mensen. De mensen echt samenbrengt. Hè. We hebben dat gezien met bijvoorbeeld ons voetbalteam of ons hockeyteam dat teruggekomen is van hun spelen. En hoeveel mensen dat op de been heeft gebracht, bijeen heeft gebracht. En dat is echt nog iets positiefs om in een wereld waar veel negativisme, slechte gedachten heersen, dat mensen verenigt. En dus vind ik het belangrijk om daarop in te zetten. Meer specifiek, ja, hoe kunnen wij dat bereiken? Ik denk dat aan de basis daar inderdaad het studeren en het topsport, de combinatie daarvan, mogelijk moet zijn. En ik denk dat dat in ons land nog wel enige verbetering vergt. Hè. Bijvoorbeeld in Antwerpen, aan de Universiteit in Antwerpen, weet ik dat een topsportstatuut moet men voor bepaalde data's aanvragen indienen. Van het moment dat men daar een dag te laat mee is, dan zeggen ze, ja, oké, u komt nu niet meer in aanmerking voor het topsportstatuut. En op die manier, op dat moment, kan je geen splitsing meer krijgen van uw examenrooster.
Dus ik denk dat de universiteiten daarvoor moeten openstaan en dat dat aan de basis ligt, dat dat ook veel mensen tegenhoudt om aan topsport te beginnen. Ze haken vaak af op het moment dat ze beginnen te studeren. En dat vind ik een jammere zaak. En ik denk dat dat in Nederland helemaal anders loopt. Hè. Zij juichen dat echt toe. En ik denk dat daar in België ook nog wel echt op kan ingezet worden. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politieke voorbeelden. Ik ben opgegroeid in de tijd als jonge adolescent met de opkomst van Guy Verhofstadt, Patrick De Waal, Annemie Neyts. Dus zij waren op dat moment wel voor mij mijn politieke voorbeelden. Ik vond dat zij ook op dat moment innovatieve politici waren voor die tijd. En dat zij toch wel het stof een beetje van de politiek afbliezen. Nu, puur lokaal ben ik natuurlijk in de politiek gestapt door toch ook wel voor in mijn omgeving een grote dame, vind ik. En dat is Jolande Avondrood. Zij is bij ons 12 jaar burgemeester geweest in Schilde. En zij is ook volksvertegenwoordigster geweest gedurende jaren. En zij heeft mij eigenlijk gemotiveerd en aangehaald om haar ploeg te versterken in Schilde in de politiek. Dus ik vind het echt een zeer intelligente dame en op dat moment keek ik 18 jaar geleden wel ontzettend naar haar op en heeft ze mij kunnen motiveren om dat toch wel te doen. Ik kan mij eigenlijk ook wel stellen achter Maggie de Blok. Ik vind dat Maggie de Blok persoonlijk een politica is die echt voor haar ideeën gaat en het ook effectief ook doet, niet enkel in de media van twitteren of boodschappen meegeven, maar ik vind wel dat zij echt voor haar zaak gaat, los van het feit of dat iedereen daar nu kan achterstaan of niet. Maar ik vind wel iemand die er echt voor gaat en haar ideeën, haar idealen echt nastreeft. Ik vind ze ook heel menselijk. Ik herinner mij ook nog als zij haar eed ging afleggen bij onze koning destijds, dat zij echt bijna een traantje wegpinkte en zei van het is een droom voor mij die uitkomt om minister van Volksgezondheid te kunnen worden. Dat vond ik heel mooi, want ik vind de menselijke kant van politiek, vind ik dat die er zeker ook moet zijn en moet kunnen getoond worden. Wat zijn uw politieke interesses? Dus eerst en vooral, wat zijn mijn politieke interesses? Vooral het omgaan met onze ruimte. Ik ben in Schilde schepen van ruimtelijke ordening geworden. En ik heb naar aanleiding daarvan een cursus gevolgd over ruimtelijke planning. Ik heb daarbij geleerd dat België eigenlijk op onze wereldbol eigenlijk een soort schimmelvlek is door al de lintbebouwing die er is. Dus mijn droom zou zijn om duurzaamder en beter om te gaan, een betere inplanning van de ruimtes, hoe dat we daarmee omgaan en daaraan gekoppeld uiteraard ook groene energie en beter milieubeleid. Hè. Op de tweede plaats vind ik onze jongeren vind ik heel belangrijk. Dus het welzijn van onze jongeren. Als mama denk ik dat we alleen maar het beste voor onze kinderen moeten willen. En ik heb de laatste tijd in de media toch wel vernomen dat bijvoorbeeld de kwaliteit van ons onderwijs er danig op acht... op achteruit gegaan is. Dus ik zou mij zeker ook willen inzetten voor een terug kwaliteitsvol onderwijs. Als advocaat ben ik jeugdadvocaat en kom ik heel vaak in contact met ons jeugdbeschermingsrecht of beleid. En ik denk ook daar dat er echt nog wel werk aan de winkel is om daar verbeteringen aan te brengen. Hè. Zo word ik bijna dagelijks geconfronteerd met jongeren in uitzichtloze situaties waar niet altijd de afdoende hulp voor kan worden aangeboden. Dus ik denk dat daar inderdaad nog wel op kan ingezet worden. En tot slot ben ik uiteraard ook zelfstandige en wil ik mij uiteraard ook inzetten voor het zelfstandige statuut. Ik denk dat dat wel wat opgewaardeerd kan worden. En uiteraard ook ondernemingszin. Ik denk dat ondernemingszin vrijheid en creativiteit moet krijgen. En zij de nodige aandacht moeten krijgen op vereenvoudiging qua wetgevingen,
administratie en fiscaliteit. Toch wel omdat zij de hoeksteen van onze economie zijn en onze welvaart geven, ons de werkstelling bieden en daar dus aan gekoppeld een betere welvaart. Wat kan er anders en beter in de politiek? Volgens mij kan anders en beter dat de politiek iets dichter bij de mensen komt. Dat er ook meer menselijkheid in de politiek komt. Ik denk dat dat zeker mag getoond worden. En dat de politici onderling ook vriendelijker voor elkaar zouden zijn. Ik denk dat dat beter kan en ik denk dat dat de geloofwaardigheid ook bij de mensen groter gaat maken. Hè. Wat er volgens mij ook beter kan naar geloofwaardigheid, dat is dat bijvoorbeeld iemand die vandaag minister van Financiën is en morgen bij een verandering minister ineens wordt van Justitie. Ik denk dat dat ook bij de mensen eigenlijk een beetje ongeloofwaardigheid teweeg brengt. Ik denk tenslotte dat iedereen zijn eigen vakgebied heeft en dat kwaliteit ook zeker boven moet drijven. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb een voor mij persoonlijk heel persoonlijk voorwerp meegenomen. Iets waar alle mensen mij zullen mee herkennen. En dat is mijn zonnebril. Ik ben geboren met een oogafwijking en daardoor filter ik eigenlijk, het is eigenlijk een netvliesprobleem en daardoor wordt het natuurlijk licht eigenlijk niet gefilterd in mijn ogen. Met als resultaat dat wanneer u mij op straat tegenkomt, ik altijd een zonnebril zal aan hebben. En daaraan herkennen de mensen mij ook het beste. En ik kan dus niet de straat op zonder dat voorwerp. Dus voilà, vandaar dat ik het heb meegebracht. Daaraan aansluitend, wat is voor mij ook heel belangrijk, en een van de beste uitvindingen vind ik persoonlijk, dat zijn de iPads. Omdat dat mij natuurlijk mijn computer heel dicht bij mij kan brengen. Hè. En dus ik van een heel korte afstand alles kan uitvergroten en kan lezen. Dus voor mij is dat echt een supergoed hulpmiddel.